Welkom bij hoofdstuk 3 van de lesbrief Markt en Overheid. In de voorgaande hoofdstukken hebben wij gekeken naar de marktvormen volkomen concurrentie en monopolie. In dit hoofdstuk gaan we kijken naar de laatste twee marktvormen en we beginnen daarbij met de oligopolie. Bij een oligopolie gaat het om een heterogeen of een homogeen product. Dat kan allebei, dus producten die hetzelfde zijn zoals suiker of producten waarbij er wel verschil tussen zit, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Er zijn weinig aanbieders bij een oligopolie en heel veel vragers. De toegankelijkheid voor nieuwe toetreders is erg lastig, want er moeten bijvoorbeeld veel investeringen gedaan worden. Maar daar komen we zo meteen op terug. En een prijzenoorlog is een mogelijke uitkomst van een oligopolie. Voordat we daarnaar gaan kijken, gaan we eerst even kijken naar marktaandeel. Marktaandeel hebben we al een keer eerder behandeld en dat kan ik uitrekenen aan de hand van de omzet, maar ook aan de hand van de afzet. Dus marktaandeel omzet is dan omzet gedeeld door de totale omzet van de markt. Marktaandeel afzet is de afzet van het bedrijf gedeeld door de totale afzet van de markt. Dus je kijkt eigenlijk hoeveel procent van de totale markt heeft een bedrijf in handen. Dus bijvoorbeeld, wat is het marktaandeel van Apple in de markt van smartwatches? 23%. Nou, even een kleine test met dat marktaandeel. Aan de linkerkant zien we de vraag: voor Nederland zijn een aantal gegevens verzameld van de markt van mobiele telefonie. Zie de bron, die zien we aan de rechterkant. In de periode 2006 tot en met 2009, dat zijn de jaren waar het over gaat, loopt het aantal klanten terug bij T-Mobile. Is dit juist of is dit onjuist? Nou, dan gaan we kijken. 2006 T-Mobile 28%, inclusief overgenomen van Orange, want die waren gefuseerd. En in 2009 26%. Dus je zou zeggen, het aantal klanten is teruggelopen, want het marktaandeel is kleiner geworden. Maar kijk even met me mee. Je ziet hier, het aantal klanten op de totale markt is toegenomen. Dus ik kan dat zo niet zeggen, alleen maar op basis van deze percentages. Het marktaandeel is wel afgenomen, maar het totale aantal klanten is niet afgenomen. Kijk maar even mee. 28% van die totale markt in 2006 was 4,82 miljoen klanten. En in 2009 26% van die grotere markt is 5,2 miljoen klanten. Dus het marktaandeel is kleiner geworden, maar het totale aantal klanten groter. Dus lees altijd goed de vraag, tuin er niet in als je dit soort vragen krijgt. Ook een belangrijk onderdeel van deze markt is dat je snapt hoe de speltheorie werkt. Speltheorie, en dan in het bijzonder dit duopoliespel gaan we nu even naar kijken. Bij een duopoliespel zijn er twee spelers en bij een oligopolie zijn het ook een aantal spelers, maar je kan ook een duopolie hebben. Dan heb je dus ook maar twee spelers op de markt. Nou, hier even een voorbeeld, hoe zat het ook weer aan de linkerkant hier? Apple, dat noemen we de rijspeler, Samsung hier noemen we de kolomspeler. We zien hier in het vakje dat als Apple voor deze optie kiest wel prijsverlaging en Samsung voor geen prijsverlaging, dat dit bedrag 2400, dat is wat Apple krijgt en die 2600, dat is dan vervolgens wat de kolomspeler krijgt, dus wat Samsung in dit geval krijgt. Nou, als niemand de prijs verlaagt, dan heeft Samsung veel meer winst. Dat kunnen we hier ook nog uit concluderen. Nou, hoe gaan we dit oplossen? Dat doen we met de streepjeszet-methode. En we gaan ook meteen kijken, is er een dominante strategie? Daarbij kiest één speler altijd voor een bepaalde keuze, ongeacht wat de andere speler doet. Nou, we gaan even streepjes zetten en dan beginnen we te kijken bij een prijsverlaging van Apple. Stel dat Apple zegt, wij gaan de prijzen verlagen. Wat gaat Samsung dan doen? Kan Samsung kiezen geen prijsverlaging, 2800 euro, of wel prijsverlaging, 3200 euro. 3200 is meer dan 2800, dus natuurlijk kiezen we voor 3200 euro. Als Apple wel de prijzen gaat verlagen, wat gaat Samsung dan doen? 2600 euro bij geen prijsverlaging of 3000 euro bij wel? Nou, 3000 is meer, dus uiteraard weer deze optie. Wat we nu zien, ongeacht wat Apple doet, geen of wel een prijsverlaging, Samsung kiest sowieso voor die prijsverlaging. Hier hebben we dus te maken met een dominante strategie van Samsung en die strategie is de prijzen verlagen. Nu gaan we even andersom kijken. Stel dat Samsung de prijzen niet verlaagt. We hebben net gezien, dat is eigenlijk geen optie, maar eventjes stel dat. Wat gaat Apple dan doen? 2000 of 2400, natuurlijk gaat Apple dan de prijzen verlagen, want 2400 is meer. Als Samsung wel de prijzen verlaagt, 1800 of 2200, natuurlijk gaat Apple dan voor die 2200. Dus ook hier zien we bij Apple een dominante strategie van een prijsverlaging. Beide hebben dus een dominante strategie,
waar komen we dan op uit? Op allebei een prijsverlaging. Nou, als dat zo door blijft gaan, kan dat gaan ontaarden in eventueel een prijzenoorlog. Maar in dit geval komen ze er beide beter vanaf dan als ze geen prijs zouden verlagen. In dit hoofdstuk is daar een stukje aan toegevoegd, want wat we net hebben gedaan is herhaling van vorig jaar, maar er is een stukje toegevoegd en dat is een sequential spel. Daarnet moesten Samsung en Apple allebei tegelijk een keuze maken. Dus ze wisten niet wat de ander ging doen, ze moesten tegelijk kiezen. Bij een sequential spel zit er wel een volgorde in. Dus Compax, die staat hier aan de linkerkant, dat is een bedrijf, en Massive is een ander bedrijf. Compax begint, dus Compax die zal eerst gaan kiezen. En aan de hand van de keuze van Compax gaat Massive vervolgens ook een keuze maken. Die reageren dus op die keuze van Compax. Maar Compax kan wel de reactie van de tweede speler voorspellen. Dus daar kunnen ze rekening mee gaan houden. We moeten hem dus net anders gaan oplossen. Kijk even met mij mee. Stel dat Compax gaat investeren. Dan weten we, Massive die kan kiezen tussen toetreden of niet toetreden. Bij toetreden is het -5 en bij niet toetreden is het 0. We weten dus, Massive die zal sowieso hier gaan kiezen om niet toe te treden. Dan weet dus Compax meteen, als ik ga investeren, gaat Massive niet toetreden en dan kom ik uit op een winst van 55. Als Compax niet gaat investeren, wat gaat Massive dan doen? Als ze toetreden hebben ze 30, als ze niet toetreden hebben ze 0. Nou, dan gaan ze dus toetreden, want 30 is meer dan 0. Dat betekent dat Compax een winst heeft van 50. Want als ze niet investeren, gaat Massive wel toetreden, een winst van 50. Compax die kan dus kiezen uit een winst van 55 en een winst van 50. Want dat zijn de opties waarop ik uit ga komen. Uiteraard is 55 meer dan 50, dus voor deze optie gaan wij. Compax gaat dus wel investeren en Massive zal dan niet toetreden, waardoor Compax een winst heeft van 55. Dat is hoe je zo'n sequentieel spel oplost. Nou, om toe te treden tot die markt van oligopolie zeiden we net al, dat is lastig. Het is moeilijk om toe te treden, er zijn veel toetredingsbarrières. Eentje daarvan is schaalvoordelen. Voor sommige producten en diensten zijn grote investeringen noodzakelijk of zijn er hoge constante kosten. Dat betekent dus dat jij heel veel moet produceren en dus ook heel veel moet afzetten om die hoge constante kosten of die grote investeringen terug te verdienen. Daardoor kan het natuurlijk niet zo zijn dat er heel veel spelers op de markt zijn, want er is niet voor heel veel spelers ook nog eens heel veel klanten. Dat is dan maar voor een paar spelers beschikbaar. Voorbeelden hiervan bijvoorbeeld het spoor, een bank of een bezorgbedrijf. Daarvoor moet je veel investeren, daarvoor zijn er hoge constante kosten, dus vandaar dat er weinig spelers zijn. Toetredingsbarrière van een oligopolie. Verzonken kosten is daar ook een voorbeeld van. Gemaakte kosten die na sluiting van een onderneming niet meer terugverdiend kunnen worden. Oftewel, je kan alleen maar met die specifieke investering kunnen alleen worden terugverdiend als het allemaal doorgaat. Hier staat een voorbeeldje van Feyenoordstadion wat onderzocht werd in plaats van de Kuip te gaan bouwen. Nou, dat heeft heel veel geld gekost, miljoenen euro's gekost om überhaupt te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Het hele plan is vervolgens niet doorgegaan en dat geld is Feyenoord nu kwijt. Dat waren verzonken kosten. Die kosten konden alleen terugverdiend worden als dat stadion gebouwd werd en vervolgens extra geld ging opleveren. Dat is niet gebeurd, dus dat geld zijn ze kwijt. Andere toetredingsbarrière is een octrooi, ook wel een patent genoemd. Een bedrijf krijgt daardoor het alleenrecht op een bepaalde innovatie. De overheid verstoort daarmee een beetje de marktwerking en de concurrentie. Dat doen zij bewust. Waarom doen ze dat? Nou, omdat dat ervoor zorgt dat bedrijven moeten blijven innoveren en dat ze ook aangemoedigd blijven om dat te doen. Als ik innoveer en ik maak een fantastisch nieuw product en dat wordt meteen door mijn concurrent overgenomen, heb ik heel veel geïnvesteerd, heel veel kosten gemaakt en mijn concurrent gaat er met een deel van de winst vandoor. Dat wil ik niet. Dus dat moet beschermd worden, anders dan gaan bedrijven die kosten niet meer maken, want dan kunnen ze het nooit terugverdienen. Dus vandaar dat de overheid ook hier een klein beetje ingrijpt en dat je een octrooi, oftewel een patent, kan aanvragen op bepaalde producten. 3 toetredingsbarrières dus tot die markt van oligopolie, schaalvoordelen, verzonken kosten en een octrooi. Nou, dan gaan we nu kijken
naar de laatste marktvorm die we nog niet hebben bekeken. En dat is die van monopolistische concurrentie. Daarbij hebben we het over heterogene goederen. Heterogene goederen, dat zijn natuurlijk goederen waarbij de consument wel verschil ziet. Voorkeuren heeft voor een bepaalde merk. Coca-Cola of Pepsi-Cola, Fanta of huismerk Chinas. Daar hebben we voorkeuren in en daarvoor gaat de consument ook voor het ene product kiezen of voor het andere product kiezen. Er zijn heel veel aanbieders, er zijn ook heel veel vragers. Het is makkelijk om toe te treden. Als jij wil, kan jij ook nu een nieuwe frisdrank op de markt brengen. Dat is helemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Er zal dus een sterke concurrentie zijn op kwaliteit. Dat is dus anders dan bij die volkomen concurrentie. Daarbij was er een sterke concurrentie op de prijs. Maar hier hebben we echt wel voorkeuren voor bepaalde merken, bepaalde kwaliteiten. Dus vandaar dat daar de concurrentie zal plaatsvinden. Bijvoorbeeld boekwinkels, slagers, maar ook die voorbeelden die ik daarnet al gaf. We hebben dus veel aanbieders, heterogeen product, vrije toe- en uittreding op de markt. Onderneming heeft een eigen unieke afzetlijn, prijsafzetlijn of vraaglijn. En er is beperkte invloed op de prijs. Dat wil zeggen, als Coca-Cola opeens de prijzen verhoogt, is dat niet zo dat Pepsi ook per se meegaat. Als Pepsi de prijs verlaagt, is dat niet zo dat klanten meteen overstappen naar Pepsi als ze eigenlijk fan zijn van Coca-Cola. Nou, ik wil even gaan kijken naar die vrije toe- en uittreding op de markt. Dat heeft namelijk twee gevolgen, die toetreders op de markt. Door nieuwe toetreders daalt de vraag naar de bestaande aanbieders of bij de bestaande aanbieders. Want als ik uit eten ga bij een nieuw restaurant, dan ga ik niet uit eten bij een al bestaand restaurant. Dus ik pak eigenlijk een beetje klanten af van dat andere restaurant, als ik een nieuwe open. Koop ik mijn broek in een nieuwe winkel, dan ga ik niet meer naar die andere winkel. Ik hoef maar één broek te kopen, ik kies voor de nieuwe winkel, dan ga ik niet voor de oude winkel. Dus nieuwe toetreders pakken eigenlijk een beetje klanten af bij bestaande aanbieders. Ook door de nieuwe toetredende en onderscheidende aanbieders wordt de collectieve vraag naar het type product groter. Er valt namelijk veel meer te kiezen voor consumenten, dus vandaar dat misschien meer mensen geïnteresseerd raken in een bepaald product. He, als toen de smartphone opkwam, onderscheidend de iPhone toen die als eerste kwam, een touchscreen, internet, muziek, etc. Echt een nieuw onderscheidend product. De vraag werd dus op de totale markt daardoor groter. Dus zij pakten niet per se klanten af van hun concurrenten, maar zij trokken ook nieuwe klanten aan die tot voor dat moment misschien nog helemaal niet geïnteresseerd waren in mobiele telefonie. Dat is nu lastig voor te stellen, maar die tijd die is er natuurlijk wel geweest. Ik wil even gaan kijken naar dat marktgedrag. En daarvoor heb ik een stukje uit de lesbrief gekopieerd, omdat ik vond dat het daar echt heel goed omschreven was. Ondernemingen die streven naar winst en het liefst zoveel mogelijk winst. Nou, dat kunnen ze bereiken door zoveel mogelijk te verkopen, het vergroten van de service of door reclame te maken of natuurlijk een concurrent over te nemen. Nou, bij die genoemde strategieën heeft een onderneming te maken met ondernemingen die hetzelfde product of een substituut voor dat product op de markt brengen. Substituut is dus een vervangend product. En het marktgedrag van ondernemingen kunnen we dan onderscheiden in concurreren of samenwerken. Dat is eigenlijk de essentie van marktgedrag. Dus wat gaat zo'n onderneming nou doen bij bepaalde zaken? Hoe gaan zij zorgen dat zij zoveel mogelijk winst creëren? Welke strategie kiezen ze daarvoor? Gaan ze concurreren? Hoe gaan ze dat doen? Nou, met concurreren hebben we natuurlijk als doel om een groter marktaandeel te krijgen. Want hoe meer ik verkoop, hoe groter mijn marktaandeel is, hoe meer macht ik ook heb op de markt. En als ik meer macht heb, dan betekent dat natuurlijk ook dat als ik bijvoorbeeld mijn prijzen ga verhogen of verlagen, dat de concurrentie daar misschien in gaat volgen. Soms worden producten daardoor zelfs met een verlies verkocht, puur en alleen om maar een zo groot mogelijk marktaandeel te krijgen. Maar dat brengt natuurlijk grote risico's met zich mee, hè, want als je dat te lang of te vaak of te veel gaat doen, ja, dan ga je dat financieel wel merken in je winst en dat kan natuurlijk consequenties meebrengen, dat snappen jullie ook allemaal. Je ziet hier een kleine reclame, meer dan 1000 aanmerkproducten in prijs verlaagd. Je ziet het misschien aan de kleuren, aan het lettertype. Dit is van de Albert Heijn. De Albert Heijn is zo'n grote speler op de markt van supermarkten. Zij kunnen al die aanmerken in prijs verlagen. Zij kunnen soms producten met een beetje verlies verkopen of met minder winst. Want dat betekent
dat de andere supermarkten mee moeten. Albert Heijn heeft zoveel macht op die markt die andere supermarkten gaan volgen, want anders verliezen ze klanten aan de Albert Heijn. Nou, dat is natuurlijk heel erg vervelend voor die andere supermarkten. Hierdoor kan bijvoorbeeld ook een prijzenoorlog ontstaan. Nou, productdifferentiatie betekent eigenlijk dat ik een product steeds een klein beetje ga aanpassen. Net een nieuw smaakje, een nieuw vormpje, noem het allemaal maar op. Dat het eigenlijk hetzelfde is. In dit geval is dit allemaal sladressing. Maar zoveel keuze, ja, ik zie soms door de bomen het bos niet meer. Is dat dan wel nodig? Soms wel, soms niet. Dat noemen we productdifferentiatie. Nou, je hebt natuurlijk hartstikke veel verschillende smartphones op de markt. Je ziet ze aan de linkerkant een beetje. De ene onderscheidt zich van de andere door bijvoorbeeld een nieuwe camera, een ander besturingssysteem, nieuwe functionaliteiten. Op een gegeven moment kregen we die gezichtsscan, die duimscan. Op een gegeven moment kon je betalen met je telefoon. Elke keer was er iemand natuurlijk de eerste daarmee. En dat is een duidelijk voorbeeld van productdifferentiatie. Goed, hier weer eventjes een klein voorbeeldje. Een opdracht uit je boek gaat over iPhones, over Apple en over Samsung telefoons. Nou, Apple is een vrij grote speler op de markt. Zij differentiëren zich echt van andere smartphones. Hè. Het is echt wel een established brand, een merk dat zijn sporen heeft verdiend op de markt, groot marktaandeel. Dus Apple kan in principe de prijs van de iPhone zelf bepalen. Want mensen zien een iPhone wel echt als iets anders dan zomaar een smartphone. Apple zal toch rekening moeten houden met concurrenten zoals Samsung, Huawei en Xiaomi. Moeilijke naam, ik weet niet of ik het goed zei, maar je kan het lezen. Ondanks de heterogeniteit, hè, dus dat betekent dat de producten niet exact hetzelfde zijn, dat er dus wel voorkeuren zitten van de consument voor het een of voor het andere merk, kan de smartphone van Samsung de iPhone van Apple vervangen. Ik kan natuurlijk met die van Samsung ook bellen, WhatsAppen, TikTokken, noem het allemaal maar op. Als Apple de prijs van de iPhone verhoogt of Samsung de smartphone lage prijs in de markt zet, dan zal dus een aantal klanten wel overlopen naar de concurrent Samsung. Hoe groot dat aantal overlopers is, dat hangt af van de prijselasticiteit van de vraag. Als de klanten trouw zijn aan hun merk, is de prijselasticiteit klein. Nou, we hebben hier de functies. Veronderstel dat Apple en Samsung de enige aanbieders zijn van de smartphones. Voor Apple is dat de iPhone en voor Samsung is dat de Samsung Galaxy. Hun prijsafzetfuncties zien er als volgt uit. Nou, dan hebben we hier een QI voor de Quantity iPhones, QI voor de Quantity Galaxies hè, van Samsung. En je ziet hier eigenlijk deze functies, die pak ik er eventjes wat groter bij hier. Je ziet hierin terug dat de hoeveelheid iPhones een verband houdt met zowel de prijs van de iPhones, maar ook met de prijs van de Galaxy. Als de prijs van de iPhone hoger wordt, min prijs iPhone staat er in de functie, dan gaat dus de hoeveelheid iPhones omlaag. Dus bij een hogere prijs van de iPhones zul ik minder vraag hebben naar die iPhone. Andersom staat er plus de prijs van de Galaxies. Als dus de prijs van de Galaxies omlaag gaat, dan zal ook de hoeveelheid iPhones die gevraagd wordt omlaag gaan. Omdat meerdere mensen dan zullen gaan overstappen. Andersom zie ik ook dat als de prijs van de Galaxy omhoog gaat, dat dan de quantity van de iPhones ook omhoog gaat. Want dan zullen mensen die van die Galaxy overstappen naar de iPhone erbij betrokken raken. Nou, dat is eigenlijk waar deze opdracht over gaat. Opdracht 3.12, hoe kan je dat in die vergelijking zien? Nou, dat zie je dus, wat ik net heb toegelicht. Zorg dat je dit goed begrijpt, oefen deze vraag, zodat je snapt dat die twee producten substituten zijn voor elkaar, dat zij met elkaar te maken hebben en invloed hebben op de hoeveelheid gevraagd van het ene product, is dus ook afhankelijk van de prijs van het andere product. Nou, op die markt kan er ook een kartel gevormd worden. Bijvoorbeeld een prijskartel. En een prijskartel, dat vinden wij niet zo heel erg prettig als consumenten. Want prijskartellen, dat zijn eigenlijk afspraken die grote spelers op de markt samen maken om bijvoorbeeld hun prijzen kunstmatig hoog te houden. Dat betekent dat ik als consument meer betaal dan ik eigenlijk zou betalen als ze gewoon met elkaar zouden gaan concurreren. Dit is dus een verboden samenwerking, want nou ja, concurrentie zorgt dus voor een hogere kwaliteit en lagere prijzen.
En zo'n kartel, zo'n prijskartel, is het tegenovergestelde van concurrentie. Het is namelijk een samenwerking. Dus dat zorgt juist voor minder goede kwaliteit en hogere prijzen. Dat willen we niet. Dus kartelvorming is verboden. Dit was Economie met Tito over hoofdstuk 3 van de lesbrief Markt en Overheid. Heb je nog vragen? Stel ze in de reactie. Vergeet niet te abonneren. Er komen nog meer video's aan. Duimpje omhoog als het je geholpen heeft. En heel erg veel succes met leren.